kant, een kantbijl, zoals je deze ziet, is aan één kant vlak. Oké. En die is zo gemaakt van als je een normale bijl gebruikt, dan ketst die af. Oh, zo. Ja? En deze is juist gemaakt om in te hakken en recht te. Dus wat je doet, je pakt hem zo beet, je duim zit je bovenop, nooit aan de voorkant, als je hier, ja, je duim zit je bovenop, en je hakt hem altijd recht naar beneden. Ja. Nooit schuin. Want dan, ja? Dus de bijl hak je naar beneden en dan ligt daar hoe je het, okay, het werkstuk houdt. Ja. Dus je slaat hem eerst in. Tot twee derde bovenaan. Stop je. Draai hem om. Dan doe je de rest. En dan recht naar beneden. Dus hou hem nou recht. En dan recht naar beneden. Kets ik hem af. Doe hem nog een keer. Tot twee derde. Recht naar beneden. Ga je in principe al, de hele grove vorm zit er eigenlijk al in, hè? Daar komt hij al, hier uit de lepel en hier wordt de steel. Dan ga je in principe al kijken van, hey, wat wil ik nog meer aan die lepel? Wil ik daar speciale vormen hebben of wil ik daar een haakje aan hebben, weet je wel? Ja. En in dit geval zou ik hem hier zo laten lopen naar dit punt. Hier. Okay. Hij wordt uiteindelijk wat hij toch zo gaat eraf. Ja. Tot hier, tot dit punt, naar beneden laten lopen en hier naar boven. Zodat je toch een beetje een kink, een kromming erin krijgt. Oh, dat heeft deze niet. Ja, ja, ook wel iets. Een beetje. Oh ja. Zie je? Ja. Hier gaat hij omhoog. Ja. Bij de dingen. En dan, die lepel staat iets in de hoek. Dus dit hou je er al in. Dit moet je eraan weghalen. Dus, tot hierboven. Dat is de bovenkant. Ja. Vanuit hier, ja. Ik hak deze niet af, want als ik hier deze afhak, dan splijt hij zo. Oh, dus dit nice. Hak ik in en die hak ik van daaruit zo. Oh, oké. Okay. Die kant dat die afbreekt. Ja, die, als je hem splijt, dan volgt hij de nerf van het hout en dan gaat hij spijt hij zo, oh ja, breekt okay hij af. Hier in die hoek, dan stop je, pak je hem de andere kant, pak je hem hier in. Ja, stop. Dat is de bovenkant, heel grof. Dan gaan we hier. Hier komt de lepel, die gaat daar naartoe, dus dit gaat eraf en deze wil je naar boven hebben. Hè? De steel wil je hier naar boven hebben, ja, dus die gaat hier. Maar ik wil hier zie ik een klein gebrek, ja, in het hout, dus ik maak hem tot hier en dan maak ik hier een haak aan. En die haak is dan ook weer dikker. Ah, oh, zo. Zo. Om op te hangen. Om op te hangen. Ja. Dus dit wil ik er dus nu weg hebben. Ja. Die zaak ik er later af. Zo, en die gaat hier dan daar naartoe. Ja. Ja. Hier, ik kan het eerste stuk kan ik heel makkelijk afsplijten. Want die volgt de nerf, dus deze die kan ik gewoon doorgaan, ja, tot daar in die vel. En hier moet ik slaak inzagen met de zaag. En dan van deze kant netjes met een bijl. Okay. Vanaf hier.
Hart. Dus kan die. Nou ben ik aan die lijn, zie je? Oh ja. Nou splijt je naar beneden. Ja. Ja. Daar is die, precies. Stop. Nou, inmiddels heb je twee uiteinden afgezaagd. En dat bepaalt met de lengte van de lepel. Ik heb hier al weer wat lijntjes opgezet. Hier wil ik eigenlijk een haak creëren. Dus deze zaag ik zak in. En die ga ik dan hier naartoe halen. Voordat ik dat doe, ga ik eerst de steel nog even dunner maken. Dus ik probeer hem hier een lijn te zetten over de dikte van ongeveer de grof, dus de dikte van de steel. Hier zo. Dan zet ik die lijn op. En dan komt hier uiteindelijk de lepel zelf tevoorschijn. Zo. Dus ik ga deze even aan beide kanten even weghalen. En dan zet ik zodra deze lijn er weer op. Je ziet dat ik rond hak, niet de hele tijd het hele vlak pak. Ja. En kleine stukjes. En dan ga ik met de punt van de bijl, Daar hak ik hem in. Want hij kan zo kan hij niet in die punt komen, in de hoek. Ja, dus hier met die punt ga ik hem inhakken. En dan gaat hij. Daarom. Kijk, zegt hij. Zeg maar. Draai ik hem om, doe ik die andere kant. Oké, rondmaken. Borst. Laagjes doen tegelijk. Tjak. In feite, met de bijl doe je de hoofdvorm van de lepel. Dus eigenlijk maar heel weinig wat je straks nog weg moet halen. Verfijning, je kunt heel fijn werken zelfs met een bijl. Ja, daar zit hij eigenlijk al in. Ja. En dan ga je die hoeken eraf halen. Beetje schuin. En dan ook gelijk rond naar onder. Daar komt die. Andere kant. Oh ja. Ik wil hem eigenlijk iets kleiner maken straks, maar dat haal ik de zakblad. Iets minder breed, laat ik het zo zeggen. Ja. Heel iets heb ik hier. Dus namelijk. Onderkant rond. Haal ik er wel af. Die gaat er toch, valt er toch af. Hier zo rond. Zo. Nou, daar komt hij al. Deze ook nog even aan de andere kant.
En dan ga ik die haak doen. De haak komt hier. En daar komt die haak. Zo'n tuffel. Hier haken.